Yo mensen, Nieuwk hier en welkom terug bij deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En ja, zoals je ziet, we zitten niet op Modded Minecraft, we zitten niet op Infinity en we zitten ook niet op Advent of Ascension. Vandaag gaan we namelijk even iets heel anders proberen. Ik heb deze map al een tijdje liggen, ongeveer een weekje nu, maar ik kreeg hem van de week niet echt bepaald aan de praat wat betreft geluid. Dus toen dacht van weet je wat, ik ga nog eventjes wat tijd insteken en dan ga ik hem gewoon van de week uploaden, volledig met geluid en zo. En gelukkig dat is inmiddels gelukt, dat hele probleem. Dus we gaan gewoon vandaag deze boss battle, slash minigame, slash adventure map, hoe je hem ook wil noemen, gaan we spelen. We gaan namelijk vandaag de boss battle aan met Golex. En Golex is een boss, normaal gesproken uit MapleStory. Persoonlijk heb ik echt gewoon nul ervaring met MapleStory. Ik heb het vast wel een keertje gezien op YouTube of zo, weet je wel, maar ik heb het echt zelf nog nooit gespeeld. Misschien dat er een kijker is of zo, of meerdere kijkers zijn die verstand hebben van MapleStory en die zullen dan zeker deze Golex bus gewoon gaan herkennen. Allereerst ga ik eventjes kijken hoe ik sta wat betreft difficulty. Ik ga hem namelijk denk eventjes op easy spelen, want ik heb al een beetje gekeken op de fora en ze zeiden wel dat het een pittige boss battle is en ik heb geen zin in echt een kettingreactie aan deaths bij mij vandaag. Daar heb ik eventjes geen trek in, dus ja, vandaag. De render distance moet op 8 minimaal. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, dat is allemaal goed. Clouds zijn off. Oké, nou, daar zijn we er denk ik wel gewoon klaar voor. Dit zijn namelijk de regels. We moeten namelijk een resource pack gebruiken. Die heb ik gelukkig geïnstalleerd. Kijk maar, deze blokken zijn namelijk nu gewoon veranderd. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op. Render distance dus boven de 8. We moeten hem op versie 1.8 van Minecraft of higher. Zo. Of higher spelen, dankjewel Quinn. Play on easy difficulty or higher. Nou, ik ga dus eventjes easy doen, omdat ik heb gehoord dat het een vrij pittige map is. Do not break any blocks. Nou, dat is allemaal vrij duidelijk. Even kijken wat ze hier nog allemaal. Story. Golex used to be a friendly beast until the evil Hilla corrupted it. Golex now terrorized Dawnville. It's up to you to purify Golex's heart to make Dawnville peaceful. Oké, oftewel, we moeten gewoon zeg maar tegen die Golex gaan vechten om dat stadje dat Dawnville weer gewoon vredig te gaan maken. Oké, nou, deze blokken zijn dus veranderd. We moeten namelijk op deze blokken, op deze oranje blokken, moeten we gaan schieten met een boog. Oké, to attack Golex, dat is duidelijk. En dit zijn portals. Oké, nou, lijkt me allemaal vrij duidelijk. Wat heb ik hier nog? Choose a class to begin. Oh, ik moet hier een class kiezen blijkbaar. Even kijken, we kunnen kiezen voor hogere damage maar lagere armor. Of we kunnen gaan kiezen voor hogere armor, health potions en lagere damage. Oké, nou, aangezien ik denk ik op die dingen moet gaan schieten, dan lijkt het mij sowieso niet echt heel erg van belang dat we hoog attack hebben. En goed armor, dat lijkt me wel echt een must aangezien het een boss battle is. Dus eigenlijk verwacht ik wel dat er aardig veel struggles op mijn pad gaan komen. Dus ik ga denk ik gewoon kiezen voor deze. Geen idee of dat een goede keuze is. We gaan in ieder geval wat armor aandoen. Let's go. We hebben ook 2 arrows. Dat is ook heel weinig. Wat? We hebben hier niet eens infinity op. Hoe de fuck moet ik die hele boss gaan killen met 2 arrows? Nou, dat zal me zo meteen wel voor zich gaan spreken. Even kijken wat staat hier. Press the button when all players are ready. Je kan natuurlijk ook gewoon in multiplayer spelen. Als je trouwens deze map zelf wil spelen, het linkje staat in de beschrijving. Dan kun je deze map gewoon voor jezelf gaan spelen en downloaden en zo. En dan kun je kijken of je wellicht minder deaths gaat krijgen als ik. Want om eerlijk te zijn, ik verwacht wel een aantal deaths. Maar dat gaan we zo meteen allemaal wel gewoon zien. Even kijken, waar staat hij? Hij staat daar in de verte. Dat is namelijk Golex. En jongens, holy shit. Dat ding ziet er echt allereerst al gewoon echt ziek uit. Ik vraag me altijd af, hè, hoe lang mensen hier nou mee bezig zijn om het allemaal te maken. Want het is zo enorm huge. Holy shit. Oh, skeleton. What the fuck? En ik overal skeletons. Calm the fuck down. Wacht, nu doet mijn geluid het dus weer niet, jongens. Kijk, dit had ik van de week dus ook al, hè. Wat de heck is het dat mijn geluid het opeens niet doet? Oké, wat ik denk eventjes heel snel ga doen, is de map restarten. Dus dan kom ik zo meteen bij jullie terug, echt gewoon precies op hetzelfde punt. Maar hopelijk doet mijn geluid het dan wel. Want ja, zonder geluid heeft het toch eventjes een iets minder leuk effect. Dus jongens, ik ga eventjes campen en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, jongens, daar zijn we weer. En het geluid doet nu gewoon gelukkig wel weer. Dat is dus wat ik net bedoelde met dat de map echt super raar heeft wat betreft geluid. Maar gelukkig heb ik het weer kunnen fixen. En dan gaan we nu dus echt eventjes kijken of we deze Golex een kopje kleiner kunnen gaan maken. Ik vraag me alleen wel af hoeveel arrows ik nodig heb. Want misschien is het wel handig om even eerst wat skeletons te gaan killen. Want ik zei net namelijk al dat echt 2 arrows veel te weinig was. Toen bedacht ik me eigenlijk al, hoe de fuck ga ik die boss helemaal killen? Dat grote mega ding. Hoe ga ik die in godsnaam killen met maar 2 arrows? Maar ja, dit verklaart natuurlijk wel weer een hoop dat ik hier gewoon een aantal skeletons eerst moet killen. En die dingen hebben allemaal punch erop staan. Dus elke keer als ik geraakt word, word ik echt als een gek naar achter toe geknald. Ik moet ze eigenlijk even een soort van op elkaar lokken. Dat is misschien handiger, maar ja. Oh, er gaan er zoveel spannen mensen. Kijk, oh, holy shit. Die ging dood. Oké, nou weet je wat? We gaan gewoon lekker naar Golex zelf toe, want ik heb het hier wel gezien. Ik heb namelijk op de fora eventjes gekeken hoe je hem ongeveer moet gaan killen. En het komt erop neer dat je hem eigenlijk gewoon allereerst zeg maar rond zijn buik en rond zijn schouders moet gaan killen. Je moet gewoon eigenlijk allereerst naar zijn schouders toe. Daar kwam het een beetje op neer. Dus ik neem aan dat dat hier is. Geen idee, ik denk het wel. En dan gaan we gewoon eventjes kijken hoe het allemaal af gaat lopen. Wat ik al zei, het is een vrij pittige boss battle, een vrij lastige. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat komen, maar dat gaan we zo meteen allemaal ervaren. Even kijken, waar moet ik heen? Waarschijnlijk daar naartoe. Oh wacht, ik moet gewoon hierop klimmen. Even kijken.
Zo, gaan we naar boven toe. En dan gaan we waarschijnlijk nu naar zijn eerste schouder toe. Dat neem ik aan tenminste. Want je moest dus allereerst zijn schouders gaan killen, zeg maar, als het ware. Daarna moest je iets van zijn buik doen of zo. En dan krijg je, zeg maar, unlocked. Dan kom je, zeg maar, de mogelijkheid krijgen om naar zijn hoofd toe te gaan en zo. Dat is tenminste een beetje wat ik uit de forums begreep. Even kijken, dan moeten we hier naar boven toe. Holy shit, ik zit klem. Oké. Oh, ik zie een teleportblok. Dit is een teleportblok, toch? Ja, dit was een teleportblok. Oké, let's go. Er liggen hier al arrows klaar. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, ontploffing. Holy shit. What the fuck, allemaal ontploffingen en shit. Oh, wacht, die moet ik raken. Die moet ik raken. Die oranje blokken moet ik raken. Oké, let's go. 1. Fuck, er viel echt iets echt vlak naast me volgens mij. Of was die ontploffing? Nee, af iemand. Oké, even kijken. Oh, nee. Ik weet ook echt niet wat de goede strategie is. Hebben die dingen sowieso een valpatroon? Volgens mij wel namelijk. Volgens mij vallen ze gewoon elke keer om zijn beurt. Eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant. Ik kan ook niet zeggen dat dat super handig is, dat blindness. Oké, weet je wat we gewoon gaan doen? We hebben denk ik nu genoeg arrows verzameld. Dan gaan we nu gewoon lekker knallen. Dat is 1. Dat is... Holy shit, die telde gewoon. Die was raak, bitches. Oké, nu moet ik weer... Oh, nee, nu moet ik even uitkijken. Ik wil toch gaan proberen om niet dood te gaan, hè. Dat is op zich wel nice als dat zou lukken. Ik moet vooral uitkijken dat ik door die skeletons niet onder die anvils word geknald. Dat zie ik namelijk nu nog het snelst gebeuren. Holy shit, kom hier. Kom, nee. Ah. Ik ga even campen. Doen we gewoon zo, want ik heb wel punch op mijn bow. Dus waarschijnlijk kan ik ze er wel vrij snel afknallen op die manier. Holy shit. Weer een dikke ontploffing in mijn face. Oké, die is er af. Even kijken, dan kan ik nu even aanvallend gaan denken. Oh nee, fuck, nu zit ik in die span daar zo bij die anvils. Holy shit, ik dacht even dat het afgelopen was met mijn leven. Ah, nee, kom op. Die was raak. What the heck? Oh. Dit is niet best. Dit is op een schaal van 1 op 10 niet heel best, zeg maar. Kom op. Nee. Nu ben ik fucked. Ik kan mijn bonen proberen te pakken. Niet schieten. Nee, niet schieten. Holy shit, dat was echt intens. Dit is echt intens, jongens. Kom op, misschien kan ik beter vanaf deze kant gaan knallen. Maar dan moet ik echt uitkijken dat die dingen niet op me gaan schieten. Die skeletons. Als ik nou eventjes hierin kan lokken, onder die anvils, weet je wel. Kom op, jongens. Even hieronder. Onder die anvils. Kom maar, kijk, kom maar. Fuck. Oh. Dit is niet heel goed. Er zijn er zoveel, jongens. What the fuck? Het zijn echt... Ja, dit ga ik never nooit overleven, hè. Ja. Oh, mijn god. Oh, volgens mij heb ik verdervalling erop. Oh, holy shit. Dat heeft echt mijn leven gered, jongens. Holy shit. Als ik geen verdervalling had, hè, dan was ik 100% zeker weten gegarandeerd dood geweest. What the fuck raakte mij? Er kwam een of andere skeleton achter me aan. Oké. Nou, we moeten weer terug naar boven toe. Helaas. Oké, daar gaan we. Poging nummer 2. Even kijken. Al die skeletons zijn weg. Dat is mooi. Dan moet ik even wachten tot die daar verdwijnt. Hop, dan kan ik die easy raken. Oh, er zijn er alweer een paar. Even uitkijken of ik hier in die span van die anvil sta. Want dat is echt gewoon mijn grootste angst momenteel. Dat die anvils boven op mijn kop vallen. Oh, what the fuck? Ligt het nou mij? Of was het een dikke lag? Kom op, nu moet ik eventjes goed richten in elk geval. Niet geraken waar ze even kan. Zo, dodge. Oh, die viel onder die anvil. Dat was nice. Nu even uitkijken voor die dingen die hier spannen. Zo, dan gaan we die eraf knallen. Zo, oh, kom op, eraf. Zo, die is eraf. En dan kunnen we nu gaan kijken of we het kunnen gaan raken. Daar zit er eentje. Die was hit. En daar zit er eentje. Die miste ik. Oh, shit. Ik zit in die span daar. Oh my god. Dit gaat allemaal net goed. Dit gaat allemaal net aan goed. Totdat het zometeen net aan niet goed gaat. En dan lig ik. Dan hang ik eigenlijk. Of eigenlijk ben ik dan gewoon plat. Ik heb geen arrows meer. Dat is fucking onhandig. Oh, nu moet ik ook echt steeds met mijn zwaard gaan. Made it game. Kom op, deze. Ja, die is dood. Meteen omdraaien. Afmaken die handel. Oh, die was bijna raak. Oh ja, die had raak moeten zijn. Kom op. Verdwijn. Oh, die was raak. Oh, dat scheelde echt heel weinig. Dat scheelde echt een centimeter. Oh, nu val ik weer. Oh mijn god, jongens. Dit is echt lastiger dan je denkt. Het lijkt echt heel makkelijk, maar het is nog best lastig om die targets te raken als je echt gewoon 300 skeletons om je hoofd in hebt zoomen. En vervolgens ook nog uit moet kijken dat er geen anvil op je kop valt. Quinn, je kunt er gewoon weer geen ene kut van. Oké, hopelijk de laatste keer, jongens. Even kijken. Gaat het nu lukken? Kan ik die raken? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Kom op, weg. Ja, knallen maar. Oh, die was raak, mensen. Die was toch fucking... Ja, die wel. Oké. Mooi. Wat is nou down? Oké, hij is nu down hier zo. Mooi. Dan kunnen we volgens mij op naar de volgende kamer. Oh, niet naar beneden toe, dan bedoel ik. Dan bedoel ik echt ook echt daadwerkelijk op naar de volgende kamer. Niet weer helemaal naar beneden toe. Oh, fuck. Hier zit een gat. Oh, shit. Ga ik het wagen? Nee, ik ga het niet wagen. Dit is te gevaarlijk. Kom, ze moeten hier even zijn. Oh, volgens mij spannen ze helemaal niet meer. Volgens mij zijn ze nu helemaal anvilvrij gewoon. Oké, dat is mooi. Dan moeten we even kijken of we daarop kunnen gaan klikken. Please. Kappen nou. Ik ga wel even zo, want anders ben ik nu al gewoon bang dat ik zo meteen alsnog dood ga. Dan gaan we nu weer terug en dan gaan we heel snel erheen rennen. Ha, gotcha. Oké, even kijken, waar zijn we nu? Nu zijn we bij het hart, denk ik. Is dit het hart? Ik denk het wel.
Even kijken, zie ik hier ergens dingen waar ik op kan drukken? Ik neem aan dat ik hier naar boven moet klimmen. Dat lijkt mij tenminste. Of is hier achter me nog iets? Nee, volgens mij niet. Even kijken, wat zie je boven? Oh, weer zo'n ding. Oké. Waarschijnlijk gaan we nu naar zijn schouders toe. Wat ik net al zei, we moeten ook nog zijn schouders uitschakelen. En daarna krijgen we waarschijnlijk toegang tot zijn hersenen of zo. Kijken, die is het. Dit is wel even een stukje makkelijker. Het enige probleem wat ik nu momenteel heb, is dat ik echt super weinig arrows heb. Ik heb er echt serieus maar 2. Oh, die was hit. Huh? Was die hit? Lijkt me sterk dat die hit was, maar oké, het zal wel. Ik ga niet klagen over dat soort dingen. Niet naar beneden vallen, Quinn. Dit is wel echt een stuk relaxter dan net beneden, jongen. Want daar spannen echt gewoon tientallen skeletons soms. En dit is echt weer een stuk relaxter. Je spant er echt maar 1 per keer. Dit is goed te doen. Dat sowieso. Misschien heb ik weer de volgorde om gedaan. Weet je wel dat je eerst die schouders eigenlijk moet doen. Dat het een soort van opwarmertje is dit. Maar dat ik dat opwarmertje nu eigenlijk als achteraf doe, zeg maar. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ah, kom op. Nee, nee. Af. Die is dood. En, die is ook dood. Oké, even kijken. Nu moet ik het afronden, hoor. Nu moeten we dit afmaken. Hier, die gaan we raken. Kabam, dat is 1. Wat? Er branden er toch nog 1, of niet? Zal wel. Even kijken. Dan is die kapot. Dan moet ik waarschijnlijk naar die andere kant toe. Waar we net bij het hart waren, zeg maar. Even kijken, kom ik hierin? Ja, hier kan ik in. Waarschijnlijk moeten we naar die andere kant toe nu, wat ik al zei. Ja, daar moet ik denk ik heen. Heb je namelijk ook weer zo'n blok. Dat is schouder nummer 2. En dan moet het ook helemaal goed gaan komen. En holy shit, er spannen echt super veel skeletons nu hier weer. Ik had net gezegd dat ik die ene wel nice vond. Maar nu gaan er in totaal weer dus gewoon 3 gelijk spannen. Oh, holy shit. Ja, raak elkaar maar. Dat is wel nice. Maar hier kan je er gelukkig niet echt direct afvallen, weet je wel. Net zat ik echt op het middelstuk. Zat ik echt op zo'n punt waar je er easy af kon vallen. En ook echt er helemaal afgeslagen kon worden. Nu heb je nou ook nog een soort van muur achter je. Kom op, dit kan je, Quinn. Oh mijn god, zat die skeleton ervoor. Oké, dat is 1 hit. Kom op, kom op, kom op. 2 hit. Ja, nice. Ik laat me gewoon even zitten nu. Kom op, ik had het misschien ook wel op medium kunnen doen, bedenk ik me nu. Maar ik dacht van, weet je wat, het zag er vrij pittig uit. Ik dacht van, dat doen we maar eventjes niet. Want ik had geen zin om 400 keer dood te gaan. Dat vind ik zelf altijd niet echt leuk om te doen, weet je wel. Als je super vaak dood gaat. En ook, dat is ook voor jullie niet echt leuk om te kijken als ik elke keer dood ga, naar beneden val en zo. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon easy proberen. Dat leek me al pittig genoeg, maar het valt achteraf allemaal nog wel mee. Het had denk ik wel op medium gekund. Oké, kom op, op, die is dood. Dan moet ik nu af kunnen ronden. Oh, niet als er weer eentje voor me gaat spannen. Ik snap ook echt niet wanneer ze nou eigenlijk spannen. Zit er een patroon in of zo? Geen idee. Dat is in elk geval nummer 2. En dan komt hier de laatste. Als ik hem tenminste raak heb geschoten. Oké, jongens. Mijn aim is vandaag niet al te best. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk al gemerkt. Oké, die is nu kapot. En dan is de linkerschouder ook down. Even kijken. De port to the head is nou open. Inderdaad, wat ik al zei. We kunnen nu naar zijn hoofd toe. Dan moet ik waarschijnlijk via zijn hart hier. En dan kan ik... Stond die er al? Welke heb ik dan nodig? Ik denk de bovenste. Even kijken. Moet ik daarheen? Ik denk het wel. Even kijken hoor. Holy shit, hier staan er weer fucking veel. Oké, ik heb zo'n idee dat dit wel eventjes zeg maar de laatste test kan gaan worden van deze map. Er staan hier namelijk alweer echt 10 skeletons op me te wachten. Dit zijn allemaal van die rare ontploffingen en blindness effecten en shit. Kom op, dit moet lukken. Dit moet gewoon gaan lukken, jongens. Ik voel het gewoon. Dit kunnen wij gaan doen zonder enige dead. Wel eventjes een health potion gaan drinken nu, want anders kan het nog wel eens fout gaan. Zo, en dan rustig de afpuntje. Dat lijkt mij een goede tactiek. Zo, die gaat eraf. Is hij naar beneden? Ik denk het wel. Oké, mooi. Dan kunnen we eens eventjes rustig gaan bekijken. Tenminste, niet al te rustig. Hoe we het hier gaan doen. Ik denk dat we hem gewoon ja, easy kunnen hit hier. Hit, hit, hit. Hit. Het is eigenlijk allemaal best wel makkelijk nog. Ik had eerlijk gezegd echt verwacht dat het moeilijker zou zijn. Oké, maar ik heb hem, denk ik. Shoot the crystal to his forehead. Oh, daar. Oh, we zitten nu bij zijn hoofd. Oh ja, tuurlijk. We zitten... Holy shit, ik ben echt dronken of zo. Oké, hit. You succeeded. Oh, we zijn klaar gewoon. Ik heb het gewoon gedaan zonder enige dead. Holy shit. Oké, nu baal ik aan de ene kant wel een beetje dat ik het niet op medium heb gedaan. Maar, oké. Oh, we moeten nog zo hard knallen. 360. Kabam. Hoppakee. Afgelopen. Complete. Helemaal mooi, jongens. Oké. Hopelijk hebben jullie genoten van deze... Ja, wat was het nou eigenlijk? Een minigame, een boss en adventure map. Jij mag het zelf benoemen wat je ervan vindt. Maar in elk geval, hopelijk hebben jullie allemaal van genoten. Ook hebben hopelijk de nieuwe kijkers van genoten. Ik zag namelijk echt nog gisteren, toen een nieuwe Project Minecraft video, weet je wel, van VTBeast Infinity online kwam. Zag ik echt al ongelooflijk veel mensen die bij mij erbij kwamen aan subscribers en zo. Hopelijk hebben ook jullie ervan genoten. En natuurlijk ook nog welkom op mijn kanaal. Ik ga dus op VTBeast Infinity, op de PM Modpack, weet je wel. Ga ik natuurlijk ook gewoon streamen en video's maken en zo. Ik moet eventjes gaan kijken hoe ik het precies aan wil gaan pakken. Maar dat gaat helemaal goed komen. Daar komt van de week nog wel eventjes een update video over. Maar vanaf nu zit ik dus ook gewoon op de PM Modcraft server. Wat zei ik nou? PM Modcraft? PM Modpack server. Oké, maar jongens, jullie gaan me dus gewoon vaker terugzien daarop. Ik heb er in elk geval super veel zin in dit nieuwe project op mijn kanaal. Hopelijk jullie ook. Heb je genoten van deze video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Peace, jongens.